En hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van LEGO Island 2. De vraag van de ondersteen. Dat is aflevering 2 alweer. En dit is waar de vorige aflevering gebleven zijn. En dan gingen hun vragen of zij misschien weten waar de steentjes voor mij zijn. Dus, laten we het vragen. Alles goed, papa Bricolini? Altijd een warm plekje in mijn hart als ik jou zie, Peppa. Of is dat de wind? Nee, graapje, dat ben jij. Hier heb je wat stenen. Oké, okay, hij is stenen. En daarom heet ik Building. Snap je Building van Building? Ja. Je nieuwe huis is klaar, Pepper. Je moet er echt eens een kijkje nemen. Oké, okay, dan gaan we naar een nieuw huis toe. Ik zie het al staan in de verte. En ik wilde het scherm gaan aanwijzen, maar dat kunnen jullie niet zien. Dus ja. Ik zei weer eens een keertje dus ja. Het is een nieuw huis, laat ik er niet ingaan. Oké, hallo! Peper, mijn allerbeste maatje. Jij hebt zo fijn gewerkt vandaag. Ja, zo fijn, is fijn, super fijn gewerkt. Ja. Oké, en wat moet ik nu doen, papa? Alleen en nog maar een piepkleine eenie mini pizza bezorgkloesje. Ik heb jou nodig in de pizzeria, oké, Peper? Tuurlijk, papa. Ik ben de pizzaman met het plan en ik ben al weg. Zo is die goed, de bambino. Dat ik me niet te dicht in de buurt kan van het huis, want dan ga ik erin en dan laat schermen forever en search. Maar we moeten terug naar de pizzeria, want dan moet ik een extra pizza nog gaan bezorgen. Dus daar is de pizzeria. Ik heb trouwens echt het hele eiland alles uit mijn hoofd gewoon. Dat ik de game vroeger zo vaak gespeeld heb. Ah, Pepper, daar ben je. Dat is cool wat jij zegt. Want deze pizza is heet en moet naar de gevangenis, naar Donderstenen. Auw, heet. Maar niet te heet, maar één pepertje. Het is niet de papa's heter dan heter superhete pizza in het kwadraat, die bijna alles doet smelten. Nee, deze is cooler omdat hij voor donderstenen is, Pepper. Dus kijk uit. Ik snap je, mama. Ik laat me maar één keer in de maling nemen. Hé, vergeet je geld niet te vragen, hoor. En vergeet ook niet te glimlachen voor een fooie. En hij heeft over, ik laat hem niet nog een keer in de maling nemen. Omdat er nog een eerder keertje ook al een spel is geweest van Lego Island. Lego Island 1. Logisch. Maar die heb ik nooit gespeeld. En ik heb hem ook niet ofzo. Dus ja. Ik weet niet hoe die gaat. Misschien dat ik een keertje een let's play van ga kijken op YouTube. Dat ik het verhaal ook weet. Maar we moeten pizza gaan bezorgen bij de Dondersteen. En dat is de boef. Dus laten we gaan bezorgen. Nou, die volledige maaltijd van vandaag lijkt een beetje afgerond. Proef die pizza pronto, Pepper, en probeer dat eens heel snel 5 keer achter elkaar te zeggen. Ik hoop dat het een pepperoni pizza is met extra sleutels. Nou zeg, dat is best grappig hoor. Extra sleutels. Ja, is heel grappig, maar probeer jij maar geen grapjes uit te halen. Maar één pepertje? Dat is pas grappig. Niet grappig van haha, maar meer van goh, dat is interessant soort van grappig. Grappig? Want? Omdat alles wat ik voor mijn unieke dondersteen drakenadem nodig heb, één pepertje is. Ik kan je niet volgen, dondersteen. Dat komt zo wel. Kijk maar. Een snufje jalapeno, een tikkie anchovies, een beetje van dit en een beetje van dat. En voilà. Achteruit. En kijk hoe mijn drakenadem blaast. Oh-oh. Mooi vuur ook, vooral. Tot dan, blokkenman. Hey. Wow. Je hebt je pizza nog niet betaald. Oh nee, first world problems. Hij heeft zijn pizza nog niet betaald. Kijk, als het enige waar Pep zich zorgen over maakt, dan breekt een boef uit en het gelijk van nee, je hebt de pizza nog niet betaald. Dus dat is wel flauw, maar ik vind het toch grappig op zich.
Dat is trouwens de Infomaniac. En hij had het boek met alle bouwtekeningen erin. Wat? Wie? Waar? Wanneer? En waarom? En dan is het ook ineens dat hij op het dak heeft weer een streek uitgehaald, ineens. Meneer. Die Constructopedia is van mij. Helemaal van mij. Van mij, hoor je? Van mij! En omdat de bouwtekeningen weg zijn, gaan dus ook de gebouwen weg. Tja, als je nu weet hoe je het moet bouwen, dan kan het er ook niet zijn. Dit is verschrikkelijk. Ook in plaats dat hij die bladzijde oppakt, gaat hij gewoon een beetje lopen jammeren. Gebeente. Wee al ons gebeente. Dit is een droevige dag op Lego-eiland. Toch niet? Het had geen betere dag kunnen zijn. Hierbij roep ik de blokbotten van Ogle op. En daar komen dus de blokbotten. En dat zijn ook een soort van vijanden. Alleen ze niet echt heel sterk of zo. Ja, niet goed. En ik denk me nu dat ik ben vergeten om een timer aan te zetten. Dus ik weet niet hoe lang de aflevering bezig is. En hoe lang die gaat worden, maar dat zien jullie. We zien het vanzelf wel. Misschien wordt het een wat langere aflevering, ik denk het wel. Want ik vind het een heel leuk spel om te spelen. En ik heb de tijd niet echt in de gaten als ik het aan het spelen ben. Dus, maar het maakt niet zoveel uit. Want jullie, het ziet eruit dat jullie de serie ook leuk vinden. Want sinds de vorige aflevering had ik in 2 dagen 5 abonnees erbij. Zoiets. En ook veel positieve feedback, dus dat is wel goed. Daar ben ik erg blij mee. Dus, maakt niet zo uit dat de aflevering wat langer wordt. Het zou toch gebeuren dat je gewoon een beetje pizza staat te bakken en dat ineens je pizzeria weggaat. Samen met alle andere gebouwen op Lego Eiland. Ja, dus alle blokbotten slaan pol, net zoals die. Dan moet jij ze tegenhouden. En nu komt er weer zo'n heel lang laadscherm. Maar ik heb geen zin om weer half vol te praten. Want ik weet echt niks meer om te zeggen. Dus ik stop met recorden. Als het dan weer bijna afgelopen is, het laadscherm. Dan begin ik weer met recorden. Dus tot zo. En de muziek is begonnen. Dus dat betekent dat het laadscherm bijna is afgelopen. Nodig hebben, ja, dus. Is een slimme, dappere, brave en respectvolle held die ons redt. Pepper, wat doe jij nou? Mijn best. Meer kunnen we niet verlangen. En dit is wat je moet doen. 1. Zoek de bladzijden die nu weg zijn. 2. Herbouw het eiland. 3. Ga klaarstaan. En 4. Gaan, gaan, gaan. Pas op voor de blokbotten. Je moet wel oppassen voor de blokbotten worden gezegd, maar ze doen verder wel niks. En ik kan ze uitschakelen door een pizza op ze te gooien. En als je daar in de verte ziet, zie je er eentje lopen, net. Zie je daar zo, loopt er een. Ik hoop het een beetje raar te doen, net als al die anderen. En dan zijn ze dood, als je dat doet. Nou ja, dood. Waarschijnlijk is het niet dood, want dat is
te heftig voor kleine kinderen. Want het spel is eigenlijk bedoeld voor kleine kinderen. Hoera, gevonden! Als je ook een pagina vindt, dan komt het gebouw ook gewoon gelijk weer terug. En er liggen 4 bladzijden op het eiland. En er loopt een heleboel bladblokken. En dit is nogal buggy, kijk eens zo. Blijf de pizza's in de lucht zitten. Als ik het gewoon nog een keer doe, zeg maar tussendoor. Oh wacht, dat is geen blokblok. Hierachter. Zo, weer eentje minder. Volgens mij ligt er ook een bladzijde al boven op de berg. Dus laat ik daar ook even gaan kijken. En er zijn ook 4 gekleurde blokbotten die je aan de zijkant ziet. Een blauwe, een groene, een rode en een gele. En die moet ik ook eerst uitschakelen. Dat geluid is ook weer terug. Iemand zei de vorige aflevering dat ik gevaarlijk bezig was en dat ik van de berg naar beneden aan het skaten was. Eigenlijk ben ik het wel met diegene eens. En ik snap nog steeds niet waarom die gast kan vliegen. Vroeger dacht ik al dat het was omdat hij een cape had. Nou, dat is gewoon onzin eigenlijk. Dus dat is de gele blok. Nog eentje. Daar is eentje op Iels hoofd aan het surfen. Is dat de groene? Ja, dat was de groene. En dat zie je al vaker. Of dat ze achter Iels aanlopen. Want dat is echt gewoon typisch blokbotten gedrag. Of daar lopen ze met z'n tweeën achter iemand aan. Ze lopen ook echt heel grappig. Zo. Nu moet ik alleen nog die 2 pagina's vinden. Die dus ergens op het eiland liggen. Daar ligt er eentje. En. We hebben een bladzijde gevonden. Over. En mijn eigen huis is nu weer terug. Ik vraag me best wel af dat gewoon dat ze dat huis als een van de eerste terug doen. Want anders, kinderen het. Vervelend vinden dat hun huis weg is en zo. En dat ze dan het spel niet meer spelen en zo. Ik vraag me echt af of dat daar nog gedaan is. Misschien wel. Zo. Nou, nee. Ik kan die laatste bladzijde om een van de redenen nooit vinden. Wow, dat was buggy. Maar de game heeft wel meer van dat soort bugs. Omdat het gewoon een oude game is. En dat hebben oude games gewoon helemaal. Oké, ik ga nog heel klein stukje in en vraag ik het anders aan iemand die het wel weet. Vraag het wel aan de DJ. Die ook gewoon rondjes aan het rennen is. Niemand hoort wat ik zeg. Laatste nieuws. Bladzijde nodig, zodat ik weer gehoord word. Laatste nieuws. Niemand hoort wat ik zeg. Wauw. Blokpot. Mis. Sorry meneer. Oh, waarom kan ik dit? Ja. Misschien pakken? Ja. Mooi. Ligt daar het laatste blad? Ja.
Ik zie al particles. We zijn er al mee bezig, Pepper. In dat gebouw komt ook terug. Want dat is ook een belangrijk gebouw voor de game, zeg maar. En wat moest ik nu gaan doen ook weer? Ik denk naar de Infomaniac, voor die gast heet. Dus laten we daar even heen gaan en kijken of we vandaar wat kunnen. Is dat deze weg? Nee. Nou, we zwemmen wel naar de overkant anders. Ik vind ook de trein rijdt ook gewoon niet omdat er geen gebouwen zijn. Binnen. Nu moet ik weer zo'n laadscherm in. Ik weet niet zeker of het nodig is, ik vraag het wel van iemand. Goed gedaan, Pepper. Je hebt ons gered. Ga nu de infomaniac maar uit de brand helpen. Ja, we moeten dus wel naar de infomaniac. En we moeten waarschijnlijk weer door zo'n belachelijk lang laadscherm. Ja, zoals ik al verwacht had. Net zoals bij de vorige, ik haal hem er even uit, dus tot zo. Oké, ik moest die bot slaan, zei hij. En ik moest toen erop de knop te drukken. Dus omhoog is het bovenste bot slaan, onder is dan dus blokbot slaan, maar die heeft mij niet acne. Dus dat ziet er zo uit ongeveer. Je kent dit spelletje waarschijnlijk wel. Sorry. Nou. Ik ben zo slecht in dit soort spelletjes. Oké, yes, ik raakte hem niet. Het gaat best wel goed. De bovenste, onder. Dat is de infomaniac weer. Terug de zee in. Oh, dit ga ik wel redden. Zo moeilijk zijn dit soort minigames ook niet. Boven. Ik wil eigenlijk wel goud halen. Terug de zee in. Oh, sorry. Oh, nou, nu zag ik mijn score niet. Omdat ik... Oké, laat me doorgaan. En dan krijgen we weer een laadscherm. En die ga ik er ook even doorspoelen. Tot zo. Okay, voor mijn gevoel gaat hij weer bijna beginnen. Ik weet het niet zeker, maar dat denk ik gewoon. Nou, ik begin alvast met recorden, anders dan komt zo'n cutscene. Dan druk ik op F12 om weer te gaan recorden. En er wordt automatisch doorgespoeld en dat wil ik eigenlijk niet. Dat gebeurde net ook een keertje. En dan blijf ik wel gewoon verpraten. Maar misschien al aan het einde als ik deze game heb uitgespeeld. Op YouTube dan wil ik misschien ook Lego Island Extreme Stunts doen. Dat is het gevolg van Lego Island 2. En die heb ik zelf nog nooit uitgespeeld als kleinkind. En ja, dat gaat nu denk ik wel lukken. Want Lego Island 2 heb ik wel 2 of 3 keer uitgespeeld of zoiets. En het duurt eigenlijk nog langer dan ik dacht. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want dan kan ik even met u praten. En ja... Lego Island 2 heb ik hier ergens goed, ook ergens liggen. Ik zal even kijken. Of ik hem ergens zie. Ja, ik kan hem even snel eens niet vinden. Maar het begint ook alweer bijna, want ik hoor het muziekje al. Dus, ah ja. 0-0-0-1-1-1-0-0-0. Chaos oproep van Castle Eiland. Dringend. Dondersteen heeft de brug kapot gemaakt. Het slechte nieuws is dat Dondersteen Lego-eiland heeft verlaten. Het goede nieuws is dat we nu weten waar Dondersteen is. Op Castle-eiland.
We nemen hem te grazen. Ik krijg nog geld van hem voor die pizza. Hij maakt zich er ook nog steeds druk om. Nu heeft hij de brug tussen de twee kastelen vernield en kunnen de buren niet meer vechten. Wat een verschrikking. Precies. Het is natuurlijk heel erg dat ze niet kunnen vechten. Een boot halen, heel snel naar Kanseleiland varen en nog sneller die brug repareren. Ik heb toevallig niks te doen. Op naar het rescue. Wat een toeval zeg. Het rescue hoofdkwartier is die kant op. Nou, ik denk dat ik het hierbij laat voor deze aflevering. En dan neem ik hierna gewoon gelijk nog een aflevering op. Dus ik vaar eerst nog wel even naar Castle Island. Island, niet Island. Oh, ik weet niet waarom je stopt met lopen. Oh. Ha, ik was hier eerst. Niet dus. Wel eens. Wel. Niet dus. Wel eens. En terugtikken mag niet. Nu heb je een boot nodig. Haal een boot. En ga naar het spannende Castle-eiland waar edele ridders middeleeuws heersen. En waar de mensen en bruggen jouw hulp nodig hebben. Cool. Oh, dan gaat er ook gewoon even lekker bij liggen. Wacht, kan ik, als ik in een boot zit, escape doen om de video zo meteen te beëindigen? Ja, oké, dat kan mooi. Dan varen we nog even naar Castle-eiland. Ik zit dus... Oh nee, oké. Wacht even dat ik vast zat. Deze boot is veel te wendbaar gewoon. En wat vroeger meerdere keren is gebeurd, is dat ik gewoon heel ver weg vaar en dat ik gewoon niet meer wist welke kant ik op terug moest. En dat is heel vervelend. Of het ook vervelend is als je hier zo... Wacht. Oké, dat is gewoon anders dan dat het in mijn gedachten was. Maar, ik ga door het portal en dan zie ik je in de volgende aflevering. En dan start ik het op als ik daar door de portal heen ben. Begin ik de volgende aflevering. Dus vergeet niet een reactie achter te laten met wat je ervan vindt van deze serie. En of ik misschien dingen kan veranderen. En een like wordt ook altijd gewaardeerd. En als je hier nog meer van ons zien, dan zou ik je ook zeker aanraden om te abonneren. Dan word je automatisch geïnformeerd als ik een nieuwe video heb geüpload. Dus dat was het. Doei!